En die twee motten, die wonen er pas. Fantastisch. Wie? Ja? Weg op je stiek. Altijd sneller! Kunnen we ook nog wel samen een liedje doen, toch? Natuurlijk! Gezellig! Ik moest namelijk een stom grap maken over jou. En jij hebt het niet. Mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het was een bijzonder weekend. Het was natuurlijk de Amsterdamse zomer en dan mocht ik vrijdagavond optreden en zaterdagavond. Nou, het leuke is natuurlijk ook dat je er heel veel collega's tegenkomt. Tino Martin, André Hazes, Roxy Dekker, noem maar op, Yves Bierens. Wie heb ik nog meer gezien? Joh, zoveel. En ik heb natuurlijk ook nog gezongen samen met Emma Heesters. Wat is dat toch een enorm talent en een leuke meid. En het was jammer dat het de eerste avond een beetje motterde. Maar de volgende avond scheen het zonnetje. En het waren twee fantastische avonden. Ik wil ook nog even Nicolette en Bas bedanken voor jullie gastvrijheid. Dat was het weer top geregeld allemaal. Ook gewoon in alle containers stond maar alles wat je hebben wilde. Leuke fotolijstjes, lekkere drankjes, appelsapjes, wijntjes. Grote posters, mooie foto's, ook nog van vroeger. Ontzettend lieve foto van mijn vader en moeder samen. Daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Maar dat zijn toch wel hele kleine dingetjes die het allemaal nog leuker maken. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Nou, jongens. Ja. Wat een verrassing. Ik dacht dat jij niet zou komen. Jawel, ik dacht het toch nog fijn om samen te oefenen. Ja, vond ik ook. Top. Is goed? Ja, lekker man. Ja, ja, lekker. Tot. Dankjewel. Ja, je alles lekker? Lekker. Emma Heesters, dan vraag ik naar Emma. Heesters nog even. Alle. Einde Emma is klaar met zwaaien. Jij komt los. Oh, fantastisch. Dat is Emma Heesters. Emma, als we samen eentje doen? Ja. Laten we er eentje in ieder geval. Zo. Ja? Dat is wel een heel goed idee. Snap je? Ja, wel het doen, hè? Anders staat daar zij voor lul. Nee, dat gaat mij niet doen. Dat heb je toch gedaan, man. Dat is niet normaal. Ja, maar jij ook hoor. Dan hou je volgende mee. Maar toch, lekker. Het einde van de laag. Leuk toch? Gerard komt op. Hey. Ja, gaat goed, man. Ja, goed. Hey, goedendag. Goedendag. Dankjewel, Emma. We zullen er zelf nog lekker eentje doen.
erbij was. Zo wel een goede medley, goed gedaan. Top. Uiteindelijk komt Roxy Dekker erbij. En je zegt, nou, dat is hartstikke leuk. Super, ja, bedankt. Ja, bedankt, hè. Deze okay. Voor jou. Nou, dankjewel. Oké, okay, guys, gaan we verder met Burkert. Burkert Lewis speelt vanavond zelf op de piano. Alleen ze weten het helemaal niet. Hoe is het met je? Ja, ze zien er prachtig uit. Ik zag laatst weer een hele. Een special van je op tv. Nee, vraag me ook, want jij was leuk. Was echt leuk, superleuk. Don't worry. Wat een gezellig eigenlijk. Is het wie nou? Ja, ja, lekker, toppie, toppie, top, top. Dank je wel. Dat kan wel dat je wel kan inleveren. Dat kan wel. Nee, maar leuk joh. Ik hoop zo dat het droog is. Ja, nou, vanavond wordt het droog. Nu al. Ja, die piano wordt ook zijknap, hè? Maar niet uit. Oh, wat dan is het de waterorgel. Had je het niet goed? Hey Paul! Hey! Hey! Ga even gedag zeggen joh. Misschien wel zwaardag. Goed zo. Goed zo. Ja. Ja, ze hebben het bij Amsterdam Zomer altijd zo fantastisch geregeld. Alleen helaas op het licht of niet. Hebben ze allemaal foto's hier met Jan, Jeroen, René. Hier een foto met de hond met Buddy, die is ook leuk. Ja, hey, dat is de leukste. Dat is de leukste. Een kaarsje, Amsterdam Zomer. Even kijken, lieve Gerard, wat een feestje dat je dit jaar weer bij ons mag op het podium mag staan. Wij zijn fan en kijken er nog enorm uit naar jouw nieuwe reality serie. Wij zullen je op de voet volgen. Heel veel plezier, Amsterdamse Zomer. Nou, wat staat hier dan? Mijn vader en moedertje. Hij kan je, zo gaaf dat je er bent. Zet hem op. Bas en Nick, nou wat lief. Hier krijgt de zilveren harp, 1985. Vader en moeder in Hilversum. Nou, dat is toch te leuk. Hebben wij niet een... Hebben we niet om een kaarsje aan te doen of zo hier. Gezellig! Gerard, wat ga je doen? Wat een verschrikking. Ik heb nog geen licht. Ja. Nee. Nou ja, ga ik nog een keertje vragen. Het is... Ze zijn er mee bezig, maar het duurt... Ik heb ook geen verwarming hier nu. Nee, wel, die kan ik aanzetten. Nee, die doet het ook niet. Nou, we stekken is toch wat aan doen. Ah, nou, dat is mij benieuwd. Tuurlijk. Tuurlijk doet hij het. Hier staat praten. Ja. Ja, Mina. Hoi. We kunnen even niet van Jan Smet. Als kunnen ze daar wel stroom. Oh, maar dat is niet nu voor nu is niet zo erg. Maar ik denk, nee? Ik, waar zit Jan? Hij zit hierboven. Dus hieruit aan de oh, kant prima. Is ja? Goed, dankjeval. Ja, dan okay, ja. Als die sleutel even dat ja, van... geef maar dan van Kleun. Ja, prima. Ja, dankjewel. Ik vraag of ze het morgen wel willen checken. Ja, ja zeker. We zijn er mee bezig. Ja, het is te veel. Ja, volgens mij is wel stop doorgeslagen. Ja, ik denk het. Want er waren er meer waar we last van hadden. Ja, niemand verwacht dit. Nee, maar... Moet ik je helpen? Ja. Nee, het lukt al. Mochten jullie inderdaad dan tussendoor, want ik weet niet hoe donker het hier dadelijk echt gaat worden. Ja, dan loop ik even naar Jan voor een beetje make-up. Ja, dan ga je make-up doen of wat dan ook. Komt helemaal goed, schat. Oké, dankjewel. No problem, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Kun je deze even naar achter doorhouden? Ja, natuurlijk. Van de week nog eens een beetje gelijk, hè? Want ja, wel, ik zie het een beetje aan je, Gerard. Gezicht ook? Ja, ik vind het zo zonde, want je was zo slank. Ja. Maar dat je een beetje, maar... Als je er net een paar kilootjes lichter bent, dan gaat toch alles even lekkerder zitten. Ja, dat hoor ik vanaf. Kilootje voor 2, 3. Ja. Klaar. Het zijn allemaal mensen uit het vak die er vanavond zijn. Allemaal boekerskantoren. Het is wel even goed dat je even zo'n poepje laat werken. Yo! Ja! Hey! Hey! Dat is lang geleden, hè? Ja, ik weet het ook niet. Veel schild bij voelen. Ja, dat is inderdaad. Daar heb ik het net over gehad. Met
Kutlicht doet het niet, nee. Verwarming ook niet. Verwarming met elektriciteit. Ja, ik denk dat er gewoon een... Hier staat één schakelaartje uit. Nou, oh, nou. Dank u wel. Doet elektriciteit het ook? Kan die kachel het ook gaan doen in de koelkast misschien? Volgens mij doen ze het al. Oh, je bent geweldig. Ik vind het echt een mooi pak, Gerard. Ja, pak, het is gewoon een t-shirt. Ja. Ik doe er wel een jasje overheen. Moet het zo? Nee, ik zal wel een jasje eroverheen. Ik zal het zwarte jasje, is mooi. Give me love! Ja, die gaat eroverheen. En met jou is het groene. Ja. Take it away from me. Cause you and I can live in perfect harmony. Ik denk dat de hand hier de volgast niet doet. Oké, dankjewel. Super bedankt. Ja, goede wedstrijd zo meteen. Ja, we doen ons best. En jij super bedankt. Ja, succes. Helemaal mooi, dank je. Jezus Christus. Die poster maakt me gek. Hoe leuk is dat? Wat een werk allemaal. Ik vind het toch knap dat je make-up zelf een beetje doet. Ja, ik ken het zelf het beste. Ja. Ben je cadeautjes aan het uitpakken? Ja, dit is een fles Orvalet. Hoe? Van Fugassi, Oud-Zuid. Dat is parfum, denk ik toch? Orvalet. Ik kom er straks met een paraplu op halen. Hoe je nou? Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten. Die wonen op pas een Cypruin, joh! Ja. En helemaal glitter zie ik op je gezicht. Ja. Wauw, je bent al geweest. Ik ben al geweest. Superleuk. Was het leuk? Heel leuk. Heel het is wel een kut weer, hè? Ja. Het is waardeloos. Ja. Het is wel goed met zo'n ring light eromheen. Ja, toch? Dat heb je niet nodig. Voor mij is dat goed. Ja, maakt niet uit. Je bent nog jong en knap. Maar wat superleuk. Ja. En je blijft nog eventjes. Of moet je vanavond nog door? Zeker, nee. Ik blijf even kijken. Gezellig. Nee. Mooi gasten, Danilo. Ja. Ja, ik ga loop met jou mee. Ja. Ik heb nog een kwartiertje, dus. Is allemaal goed. Jasje, moet ik er nog schieten overheen dat jij bent? Nee, joh. Zo kruis het ook weer niet. Valt mee, en als je performer bent, dan. Ja. Nou, niet helemaal. Even kijken hoe ik eruit zie. Of het genoeg glitter zijn. Wacht, dat nog? Ja, lukt wel. Dit is fantastisch. Ja? Weg even, weg even. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Kom, die komt gewoon uit. Succes, hè. Lekker. Wat voor? Zo hartstikke leuk. Ja, wat leuk. Ik ben blij dat het droog is even nu. Voor die mensen alleen al. Ja, dat is zo inderdaad. Maar het is neu. Moet je er altijd een beetje van uitgaan. Maar nog steeds een beetje van impact. Je ziet het maar zo dat je er geen... Je hebt gewoon niet in de hand. Nee, dat niet. Wie, kun jij even een story maken? Wat ga je zingen, Gerard? Geen idee. Ik begin met Emma Heesters, geloof ik, dacht ik. Nee, deze kant. Jezus, moet ik weer blijven hangen? Gerard, links! Oh, ik moet hierheen! Sorry. Waar moet ik heen dan? Ik ga
Dank u wel. Bibi ook nog. Ja, ik heb wel genoten, ik heb heel leuk gehad. We waren ook kritisch in de bus, hè, op de mensen. Je bent allemaal verrotten. Al bestellen! Wat ik even bedanken voor de ongelooflijke leuke ontvangst in die kleedkamer. Nou, ik vind het leuk, ik vond het echt fantastisch. Voor het kind vond ik het al te gek. Maar dit met die kazen en die parfum en die foto van mijn vader en moeder. En zo schattig, lief. Maar ik wil je even persoonlijk bedanken. Ik zei gelijk het tegen hun, wat is het weer voor elkaar? Naar mij kijken, Gerard. Dankjewel. Gerard. Ben ik al? Dat nu. Succes. Je bent niet alleen een van de mooiste zangeressen van Nederland, maar ook een van de beste. Kunnen we ook nog wel samen een liedje doen, toch? Natuurlijk! Gezellig! Zijn we er klaar voor? Your love is the good to be true. Can't take my eyes off you. Vaak voor en de buren, maar ook heel veel achter. En als je heel in de puntjes wat verzorgd is, en dan zie ik al die mensen staan, dan ben ik ook dan zo blij dat ik pak iets droog was. Nou, dat het en het optreden was, ja, te gek. Dus mensen hebben gewoon zin in. Ik heb niet normaal. Jojo, dank je, dankjewel. Hi. Jij zeker? Nee. Dat was het niet. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond. Jij ook. Zeker! Fantastische show! Wat leuk! Super, dankjewel! Best wel optreden! Super man! Tot zo! Hoe ging het optreden? Ja, was top! Super cool! Mensen enthousiast? Ja, niet normaal! Gaan we hier naar rechts, Gerard? Hier ook. Oh ja, hier moet ik in. Jeetje. Gezellig. Weet je of Chris Cross al is of niet? Hé, hey, waar is de sleutel? Wat doe jij? Weet je of Chris Cross al is of niet?
Oh, oh. Ja, ik was altijd de jongste, daar ben ik de oudste. Maar jij gaat er goed mee hoor. Gerard. Gerard Joling. Joling, ik hoorde helemaal niet wat jij zei. Ik moest namelijk een stom grap maken over jou. Oh, en jij je haar met ik moest jou aankondigen. Ja. Nee, ik moest jou afkondigen. Ach jezus, dat heb ik niet eens gehoord. Jij stond niet op mijn oortje. Nee, jij ook niet, en die van mij. Wat dus kut. Wij gaan door elkaar heen. Nou, wat gaan we morgen even regelen, dat, het, dat jullie elkaar horen. Ik moest namelijk zeggen, nou Geer, we gaan van de oudste naar de jongste. Haha, grapje. Wat een kut. Goed, dat is niet gelukt. Ik had ons gewoon huilen, dat ik eraf geloof. Ga je morgen wat anders gemaakt? Iets morgen leuks. Ga ik iets leuks ja. Nee, maar het was, dat is dan heel gek dat ze dat niet. Nee. Want ik heb het vanmiddag wel gerepeteerd, dat ik jou afkondig en dan loop ik weg. Gierende banden. Gek is dat, hè? Ja, maar het gaat ook een beetje in enthousiasme, hè? Mensen worden altijd een beetje een soort van nerveus, waar dan ook. Ja. Wat enig. Heb jij nog goed kunnen opnemen? Ja. Waar stond je? Ik stond langs de zijkant. Maar heb je dan niet door hoe enthousiast die mensen worden als jij opkomt? Gerard, het is niet normaal, ja, jong niet en oud, dat je echt denkt van... Ja. Dat blijft toch bijzonder, toch iets dan? Is ook zo. Iedereen vindt het helemaal te gek, hè? Ja. Eigenlijk had hij zo moeten zitten, hè? Ja, maar door dit, doordat het hier niet is, word je heel slank. Hij moet eigenlijk zo lopen, zo. Ik had alleen het idee dat bij dat maar vanavond, dat die tekst niet helemaal... Maar je hebt tekst nog goed. Autocues, hè? Ik, ja, nee, maar dat kindje kijkt aan mijn hoofd. Dus ja. Dan ben je nog altijd bang. En dan hoor ik de tik met tik. Dat je te slingen. Maar het ging met mijn concert ook altijd fout in. Ja. Dus gedaan zit een beetje wiegen van links naar rechts. En dan denk ik, dit is al zo lang dat ik je voetstap ken. Maar je zingt het eigenlijk niet zo vaak, hè? Dat is een goed liedje, joh. Heel goed liedje. Hoe laat is Jan? Kwart over tien, dan. Ja. Nog een half uurtje. Nou, vooruit dan maar weer. Nee, maar dat is wel leuk. Doe het voor Jan. Nou, het is zo kort om. Hij dat graag, hè? Alles. Waarom het ging dat niet met hem samen? En toen kwam het nieuws naar op. Van joh, wil hij dat doen? Ik zei, tuurlijk wil hij dat doen. Dat is leuk. Kraakt een beetje. Kraakt een beetje. Wat is ze enthousiast, hè, die Roxy Dekker? Enig. Ik zei nog tegen, ik zeg Gerard, dat jij nog een berichtje gestuurd, een DM'tje op je Instagram, omdat je bij 538 had gezet, dat je wel een duet met hem zou willen doen. Maar je hebt er nooit op gereageerd. Dat meen je niet, dat meen je niet. Nee, maar zij zegt wel, iedereen wil haar zingen. Ja, maar ze had zelf gezegd, ik wil een duet met Gerard Joling opnemen. Enig. Een chocolaatje? Een marsje? Een beetje dik. Ik vind me te dik, zeg je. We hebben iets gegroeid. Maar dat zeg je zelf toch ook? Ja. Is dat zo? Laat ik nou geen marsje nemen. Wil je een banaantje anders? Nee. Appeltje? Nee. Zakje chips? Je ziet hier al die handen ook, hè? Ja, leuk. Wat had je naar Joop gestuurd? Ja, ik heb gewoon een aantal van die filmpjes. Even kijken, waar is Hey! Hoe is het, boys? Ik heb het al gezellig. Is het? Ja, goed. Ik heb een Jackson pakje. Ja, joh, dit is nog een Robin Hood, is het? Ja, dit is. Ja, maar dit is echt zoals je gaat. Nee, dit is echt. Is je broer er ook al met ze? Ja, hij is hier. Goed zo. Hoe is het, deze idioterie? Hoe is het, vriend? Nou, droog. Ik ga nog zingen met jou, hè? Zeker. Leuk. Vind je het mooi, hè? Nou ja, ja, het is goed. We doen af en toe gek. Hup. Hey, vriend. Hoeveel liedjes zing je, Jan? Drie, toch? Oh, prima. Drie nou. En dan echte vrienden. Leuk. Ik deed gewoon met liedje van 10 minuten klaar. Enig. Lekker kort. Moet het niet te lang duren, vind je? Dat is half dat de snelweg is, vind ik altijd. Was het niet koud? Nee. Normaal niet. Ik zei tegen Nicolette dat er allemaal zo fantastisch uitzag hier. Goed geregeld, hapjes, drankjes, eten, kaarsen, fotootjes. Hebben ze dat van internet gehaald, die foto's, die nou? Ja. Oh, no. Oh, leuk. Wanneer zou die foto van ons gemaakt zijn? Dat heb ik gedaan, in Curaçao, met Bert. Ach, gosh, die Bert. Kut, die vrouw niet. Is toch kut?
vliegt het eigenlijk voorbij? Gewoon langer dan een jaar al niet meer. Wat zijn de momenten dat je hem meest mist dan, Gerard? Wat ik toch het meest aan hem mis? Nee, de momenten dat je hem mist. Nou, dat je even in Bergen bent of even in Amsterdam. Ik zit daar, kom even aan, ben van bal gezellig hier. En we gaan daar even. Oh, ik ga misschien toch wel een week mee. Ja, tuurlijk, ga mee. Het was altijd goed, altijd gezellig, altijd lachen. Ja, weet je, hij vond het ook prachtig dat we elke avond bij hetzelfde zaten bij die Chiringuito. Hij is wel op een gegeven moment, we waren 4 keer naar het strandje geweest. De Chiringuito, you know? Ja. Toen wilde hij toch naar een ander strand. Ik zeg, dat vind jij niet leuk? Ik zeg, want daar is het veel te druk. Bij die hockeyclub en zo. En hij zegt, joh, we hebben echt maakbaar gereden. Ja, dat vind ik ook goed. Jij bent nog niet bij zijn graf geweest, toch? Nee. Maar ik ben ook nooit meer thuis bij mijn moeders huis geweest. Ik vind dat toch naar. Maar ik heb het as ook niet uitgestrooid van mijn moeder. Dat is vervelend, vind ik dat. Ja, maar dan gaan we wel een keertje doen in de relay. Ja, nee, maar dat doe ik met mijn broer en mijn zus. Ja, maar dan moeten we dat even oppakken. Ik doe het, dan doe ik het niet waar mijn vader lag. Die is ook achter het crematorium uitgestrooid. Maar ik denk dat ik het op het strand doe, omdat het dan... Ze hield ze van het strand en het zonnetje en wandelen en zo. Ik denk dat ik dat doe. Maar je zei van de week nog dat je dan heel vaak over de droom toch? Ja. Ben je er dan zo mee bezig? Ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen of ik daarmee bezig ben. Dat denk ik toch. Ik zie er elke dag eens binnenkomen een grote foto van te staan. En dan denk ik van, ja, god, hoe kan dat nou dat je niet ook nog... Is er nog ergens wat? Is er nog, krijg je nog een teken? Of... Het is heel gek. Heb je ook niet dat je er nog af en toe wil bellen? Want dat lijkt me zo gek. Ja, dan heb ik nog dat ik, oh nee. Of dat ik als bloemen krijg met optredens in één keer en dan krijg ik groot, oh, dat hoeft niet meer. Nee. Breng naar mijn moeder toe, denk ik dan. Denk ik, oh, nee, dat hoeft niet meer. En naar het graf van Bert, ga je daar nog wel een keertje heen, denk je? Ja, daar ga ik zeer binnenkort heen. Was het niet met Francis? Met Francis ook, of alleen. En dat is altijd rot weer geweest. Ja. Dan ga ik niet op een begraafplaats lopen. Nee. Zou je nog weten waar die ligt, denk je? Ja, ik wil het zo vinden. Weet ik precies, want er lag... Ed Carfors en Frans Molenaar liggen erbij. Ja, dat is gek, dat is zo vaak over moederdromen. Laatst had ik helemaal gedroomd dat ze bij... dat de moeder van Christine en Christine... Dan lag ze thuis in een plastic zak, een witte plastic zak. En toen zei ik, ja, dat kan niet, mijn moedertje. Dus heb ik hem opgetild om hem naar de kist te brengen. En toen zat ze in een plastic zak. Weet je, als op film zie je dat mensen dan in zo'n lijk zak. En ik heel oud, ik weet ze weg, nog zo weinig. Ik zeg, en toen weet ik dat, toen weet ik het niet meer. Dan denk ik, gaat dat toch een flitsen door je hoofd. Ja, vind je het dan lastig om over nee, te praten? Nee, helemaal niet. Nee. Maar hoe heb je het dan een soort van verwerkt? De een moet het zo. Ja, dat is nog steeds bezig, denk ik. Ik geloof dat het voor mijn broer heeft er ook heel veel last van. Maar dan komt ze natuurlijk 3 keer in de week, hè. Eet ook. Ja. Ja, verwerk, ik weet het niet. Dat lijkt me zo gek. Heb jij nog nooit dat je over je moeder droomt, hier nou? Ik droom nooit over. En lekker is dat. En je denkt er wel vaak aan als je vader alleen ziet zitten. Ja, tuurlijk. Weet je toch ook, god, was dat mensen er nog maar even... Ja, voor je moeder ook beter. Maar dat is allemaal makkelijk. Was er aan het hoor. Een jaar of 12 geleden, toen belde Gerard Joling mij op en zegt... Jan, zou jij niet een liedje kunnen maken over onze vriendschap? En laat Gerard Joling nou vanavond ook hier aanwezig zijn. Dus ik zou heel graag met hem dit lied willen zingen. Zo! Dat is leuk hoor met Jan. Maar we moeten door, want het is wel heel warm hier, hè? Mm-hmm. Nou, we moeten binnen 10 minuten weg, anders moet je... Oh, dat is heel snel. Ja, want anders moet je 1,5 uur wachten straks. Ja. Heb ik alles bij me? Ja. Kom! Leuk! Geloof je nou goed, Dino? Ik vind ze armoedig. Ja, maar... Yes. Waarom loopt hij nou zo?
Oh, dan loop even daarheen als je wil. Ja. Godverdomme. Ja, ik heb geen idee. Oh, het is hier al, Glenn. Ja, ik heb mijn handen vol. Ik ben en aan het filmen. En ik ben heel druk. Je kan het wel goed, hoor. Ja. Maar ik heb wel geleerd de afgelopen paar. Ja. Hier zit er weer in de auto. Ja, Blazina blijft staan. Dino, wacht even. Niet zo vervelend doen. Jij moet die camera, die kind te brengen in het moesje. Ja, ik ben klaar met al mijn camera's. Gerard, hoe was het? Ja, het was een fantastisch optreden. Fantastische organisatie. Nou, als er nou echt twee gasten, een gastheer en een gastvrouw is die het fantastisch hebben georganiseerd. Wat in de kleedkamers te doen, in de puntjes. Het is natuurlijk ontzettend naar weer geweest. Kunnen zij niks van doen, voor de rest was het perfect. Fantastische artiesten, leuke collega's. Nog een liedje gedaan met Jan, nog een liedje gedaan met Emma Heesters. Medley was top, mensen gingen uit een plaat. En ja, ik heb genoten, dus ik heb weer zin in morgenavond. Het wordt helemaal leuk. Hey, samen jij die blikjes? Hey! Hallo! Hoe is het? Goed, met jou. Goed hoor. Heeft hij hier scheidingsbak voor? Of oh wat? Nee, ik zou het gewoon lekker weggooien. Hallo Gerard! Hallo! Hey Martijn. Mwah. Hoe is het? Kut! Nee hoor. Oh. Moet je iets hebben? Nee, ik denk om even gedag zeggen. Oh, ze hebben mij al gefilmd net boven. Ja, maar dit is voor de vlog. Oh. Alles is inge... Alles is klaar. Niks vergeten. Doet je internet het weer? Ja. Ja, ik heb er niet meer op gezeten, maar... Komt helemaal goed. Hoe ging het sporten na 5 weken? Ja. Wat een klim. Ja, ik heb 50 minuten op mijn ding gestaan. Dus het was al even winnen. Maar ik moet morgen gelijk weer, dan moet ik het oppakken. Nou, maar dan ben je niet de enige hoor. Ik heb even een half uurtje geslapen en dan ga ik dus gewoon niet droog. Nee, maar dat zie je ook hoor. Ja, helemaal luisteren. Ik ga niet zeggen. Zo'n man is ook niet wat het is. Wie werkt er gewoon niet meer in leeftijd om helemaal. Ja, je hebt een goed figuur voor je leeftijd. Je ziet er nog vrij blozend uit, maar we worden gewoon ouder. Ja. Maar vind je dat je zelf geen goed figuur hebt dan? Nou, ik vind wie nog een beter figuur is. Ik zou iets meer moeten trainen en hier iets slanker. Maar ik heb met mijn weegslag gestaan. Jij zei dat ik zo dik ben geworden. Maar zoveel ben ik niet aangekomen hoor. 1,5 kilo. Exact. Ja. 1,5. Het is dan net dit. Ja, gaat dit dan net zitten. Ja, het spijt me. Nee, maar in je gezicht moet je niet afvallen. Want dat zou zo. Ja, dat vind ik juist zo mooi in mijn gezicht. Dat het helemaal ingevallen is. Heb je er zin in? Oh, ik heb altijd zin in. Weet je, vind ik toch enig in. En we gaan eerst even naar Francis toe, toch? Vreselijk, het is toch enig? Nee, want je loopt eigenlijk wel... Ik ben dol op Francis. En ik vind het leuk om even naar de kroeg te gaan. Ik ben bang dat het wel druk is nu. Ik ga even koffie drinken, gezellig. Waar is de autosleutel hier nou? Ja, die heb ik zelf. Dit is de sleutel van 3, want ik ben die sleutel weer kwijt. Ben je weer een sleutel kwijt? Je hebt die sleutel in de brievenbus gedaan. Nee, dit is de sleutel van de container van jouw de sleutel. Jouw sleutel zat vanmiddag in de deur. Ja, hè? Dat heb ik hem gewoon dichtgetrokken, dat is kloten. Ja. En dus ik moest de brievensleutel vragen. Dus dit is de sleutel van Brie, dit is mijn sleutel en die moet weer aan de auto. Maar jij hebt de autosleutel. Nee, want jij bent zelf weg geweest met de auto. Ik heb hem een beetje open. Dat is ja, goed, ik wel een beetje open, ja. Ja. Dit doe ik aan bij de Amsterdamse Zomer. Dat is in plaats van... Ik had gisteren het korte jekje aan. Ja. Vind ik dit toch mooi als het uitgaat. Dit is toch voor zeker voor daar, vind je niet? Ja, zo voor de zaterdagavond. Dan hoeft deze niet mee. Nee, is echt prachtig. Dus dit kan in de auto. Moet ik me nog omkleden voor Jansen? Jansen? Nee, als ik het liedje met Jan doe. Oh, Jan. Of zeg jij van? Maar gewoon hetzelfde doen toch. Oké, okay, klaar. Ja, joh. En deze schoenen moeten mee. Heb je sleutel? Heb je huissleutel? Ja, die heb je nou. Sure. Wie? Ja, dat is een godverdomme overal aan denken. Ja, die is er wie nou? Ik heb gezeik altijd met die sleutels. Ja. Dus jij hebt die sleutel. Wat heeft die Amsterdamse zomer toch weer een mooie. Moet eens kijken hoe leuk dit is. Ik weet niet waar die is. Mooi hè, zo'n dingetje eraan. Ja.
Nee? Ik heb aan jou de sleutels gegeven. Alleen aan als die... Hey, Martijn, ik heb aan jou de sleutel gegeven, want jij moest in de auto voor die camera. Ja. Maar ik weet alleen niet. Nou. En anders misschien in je eigen auto. Laat liggen. Hoi hoi. Hoi. Hoi hoi. Hoi. Ja, lekker toch? Lekker zuur. Heerlijk. Dankjewel. Oh, lekker. Heerlijk. Foto's weg. Ze hebben andere foto's neergezet. Nee. Nee, weggehaald. Nee, er was een foto van jou en mij. Ja, een foto van mijn moeder. En je foto van je moeder. Oh, dit zijn weer foto's van gisteravond. Kijk eens hoe leuk met Jan. Oh, dat is toch enig. En dit ben ik alleen. Lieve Geer, dat pakje van gisteren stond je veel te goed, maar ook zonder de glitter ben jij zo. Onze favoriete sterren liefst het artiestenteam. Nou, dat is toch onwijs lief. Nou, dat is echt wel lief. En daar moeten we even een lampje aan. Maar waar zijn dan die andere foto's gebleven? Die vond ik ook nog wel leuk. Waar zat de schakelaar dan? Ze hebben gisteren een knopje ingedrukt. En maar ja, hoe gaat het? Ik denk dat er een ander knopje is. Dat je net als thuis hebt een schakelaartje. Ja, maar zie je geen schakelaar. Op de muur hè? Ja, moet ik dat regelen? Nou, jij was toch jij wilt wel een licht aan. Ja, maar joh. Oh, ja. Gezond. Hé, hey, maar waar is dan de... die andere foto's? Heb je die meegenomen? Nee, die hebben ze meegenomen. Oh, ongezellig. Ik vond het ook leuk. En je kaars? Had je laten branden? Hebben ze ook allemaal weggehaald? Nee, die staat hier. Nou, die kan wel weer aan. Hé, hey, kijk, ik heb weer een luchtje. Hier, hè? Die hadden we toch al gehad? Nee, die hebben ze eruit gehaald. Ik had die hier laten staan, dat geurtje. Kijk, dat is vanzelfde. Ja. Nou, dus ik had hem uitgepakt en hij doet hem maar in de tas, want dat vind ik zonde. Hier, hier of niet? Nee hoor. Hij moest plassen. Doei doei. Is het zo? Schoon niet verleggen? Niet verleggen. Ja. Kijk uit. Hoi hoi. Dankjewel. Ga goed meiden. Gezellig. Ja. Zo, dat zijn de boys. Ja. Oh, heerlijk! Even wachten tot die... Mensen ook gewoon keihard doorrijden, hè? Ja, maar ja, het is ook geen oversteekplek hier. Zo. Ja. Zo. Nee, we moeten eigenlijk over het zebrapad, maar dat gaat niet. Lekker hoor. Jij altijd! Ja, dat is goed zo! Ja. Kom erbij! Kom erbij! Nou, gezellig! Dankjewel! En die poncho mee? Het blijft droog nu hoor! Ja, ik weet nog niet zo van overtuigd. Nou, dankjewel. Tot straks. In de wind. Super, dankjewel. Bernard! Hey! Hey! Zitten jullie lekker? Biertje, peebootje. Jij lekker zingen staan? Ja. Oh, wat lekker! Kroketje, yay! Lekker! Dit is alleen een foto! Ja, een foto! Ja! 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 Ja!
Van Jackie. En ja, ik denk, het was al helemaal feest daar binnen, hè? Ja. Ja, het is wel werk nu, hè? Hoe is het? Was goed. Met jou ook. En wie dan? Nee hoor, ik zie jullie straks na het optreden, gezellig. Oké, veel plezier, doei. Ik vind die fotolijstjes zo leuk, hè? Dat ze nu weer anders zijn. Waar zijn die anderen dan? Waar die anderen zijn. Ik had het moeilijk om mijn foto's van mezelf thuis neerzetten, er hangen er al zoveel. Deze met Jan vind ik wel heel leuk. Die Jan is toch ook een schat, we hadden dol op Jan. Hier heb ik geen kracht meer voor. Kracht meer voor, geen zin in, nee niet meer. Hier heb ik geen zin meer in, daarvoor kom ik tijd te kort. Hugo Kennis, die had ook zo graag wel wat willen drinken met me. Vitek Pinkeling staan wij. Maar ik was er gisteren met Lino met het, op dat Vitek, daar kan jij niet lopen. Nee, dat snap ik, maar... Ja, binnen. Ja, binnen. Kom maar. Hi. Hallo. Oh, altijd goed voor jou, dankjewel, lieve. Ik ga zeker gelijk. Ja. Geef zijn stem even aan het opwarmen, hoor. Even mijn stem opwarmen. Kijk, heb ik gelijk een trucje voor je. Want je denkt al aan van een knaltje uit. Dus wat doe je? Alleen schuiven. Nou, top. Hartelijk dank. Ja, hadden we er nog één? Oh, alsjeblieft. Waarom je altijd zo je stem op? Nee, maar ik vind het zo fantastisch met die vrouw dat die Christine deut ook. Kan je dat eens nadoen of lukt dat niet? Nou, dat vind ik een beetje... Nou, niet nu. Dan moet ik even helemaal in de galmgrazen staan. Ik kom hier zo meteen mee terug. Oh, je mag gezellig. Dankjewel. Ik moet zeggen dat ze je wel echt alles correct regelen. Maar te roepen gisteren ook dat de elektriciteit niet werkte. Meteen de motor. Verse bloemen ook. Ja. Zo, zie je elkaar nooit. Hey Jan. Zo. Ja, echt, nee, zodat ik weg. Ik vind het echt stoer. Nou. Kijk uit, want ik vind het helemaal onder mijn cup, zit vriend. Nee, jouw jasje bedoel ik. Oh. Ja, dat is weer een mooie. Nou, dankjewel. Stoer. Jij hebt, nog al, jij hebt de wind nog helemaal in de zeilen, jongen. Helemaal geen probleem. Gezellig. Woehoe! Hoi, hoi. Hoi. Succes. Dankjewel. Hoi, hoi. Lekker, hè? Ja, hè? Kijk, zo. Nou, heb je bij passen?
zet hem op, mijn vriend. Leuk! Succes, ouwe. Dat vindt de zonnebril. Woehoe! Hij zag gelijk dat het nep was. Hij zag gelijk dat het de nep was. Het zou leuk voor die jongens van Chris Cross. Oh, oké. Okay. Kom je uit een ei, hè? Ik zou het zeggen, maar... Nou, jongens. Nog één liedje. Stel ik nog even de show. Is leuk, hè, dat? Lekker, hoor. Gaan we weer. Zuffelen. Dan erg dat je nu weer door moet, of valt het mee? Hier nog kun je deze even weghalen. Weet je, hier kan ook nergens zijn. Hier achter is niks. En op daar kan je heen. Nee, maar ik ben even omhoog gegaan, hoor. Nee, vind ik het niet. Wie nou, oké, die tas heeft ben je weghalen. Ben je nog kinderen tegengekomen? Ja, heel veel allemaal. Maar, zoals? Ook mensen die je niet kent. Ook Dim en zijn vrouw en noem maar op. Nou, ik liep met Mark mee en zo. En, Jongens, we moeten door. We moeten door. Lieve mensen, fijne avond allemaal. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Jij hebt nog, hè? Ja, ga mee met die Albert Heijn, dat is gek. Doei. Doei, dankjewel. Doei doei. Fijne avond. Doei. Dankjewel, hè. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Gerwin, mag ik zeggen dat je er keurig uitziet? Ja, dat stond op het lijstje, hè? Ja. Voor het eerst. Niet in spijkerbroek. Na al die jaren. Nee, ja, maar het is blauw, zeiden ze vanavond, de kleding. Waar is mijn jasje? Waar is die jasje? Ben je teruggegaan? Dat vroeg ik. Jasje. Blauwe jasje, dat had Sally bij zich. Oh, dan heb Sally het. Dat hoop ik wel, want alles was... Ja, gelukkig. Ik heb het ook gezien in een schim. Ik moest een blauw jasje. Ja, ja, hé. Natuurlijk. Ja, gefeliciteerd, schatje. Dank je. Hoe is het met je? Nog pijn? Ja, maar het komt goed. Kijk uit. Oh, sorry. Ze hebben ook weer een dreun gehad met een ongeluk. Ja. Maar ja, het gaat goed komen. Ja, gelukkig. Ja. En jullie hebben het leuk, hè? Ja. Het is fantastisch. Het is even anders als gepland. Geen podium onder water, maar podium onder de tent. Maar even leuk. Prima. Ja, graag. Enig pak. Leuk, toch? Ja. Daar gaat een blauw jasje overheen, hoor. Dat heb je hier mooi uitschat. Dank je. Mag ik een praktische vraag stellen? Ja hoor. Hoe laat ga je ongeveer om? Wanneer jij wil. Over 5 of 2 minuutjes, 3 minuutjes. Super. Super. Poppetje. Knap poppetje. Top.
Stond je achter het ongeluk? Ja. Ja. Oh, dat dacht ik al. Maar je wist wel dat er een ongeluk was gebeurd op de auto? Nee, ik hoorde van je geluidsman, denk ik. Ja, dat was natuurlijk al veel eerder geweest. Ja. Maar maakt niet uit. 12 uur moment kun je nog meepakken, dus ik ben blij. Komt helemaal goed, schatje. Ja, super. Tot zo, Livie. Doei. Dankjewel. Met ons schoonmeisje. Gerard, want ik was hier vanmiddag even verteld. Dus we hebben afgesproken als het 12 uur is. Ja. Dat zijn er jou wel even in. Dus ik hoop dat het een beetje uitkomt met het nummer. Dan eventjes... Langs als een leven. Ja, langs als een leven. En hem er even bij roepen. Vaders. En de hele familie. Okay. Ja? Dus dat je iedereen er voorbij roept en alles, noem maar op. En dan doe je gewoon weer verder gaan met je optreden. Ja. Het is altijd een beetje lastig als je het onderbreekt. Maar... Wat, dat blauwe is een beetje gek op dit, maar ja, het gaat schieten straks nog alle kanten op. Daarom. En je kan het er weer uit doen. Dan gaat het gebeuren. Ik ben klaar, jongens. Ja, dan gaan we naar beneden. Want loop ik nog vast naar beneden. Ja? Pak je beneden wel op. Ja. Oké. Wat een gekke avond dit, hè? Dit is toch weer gek. Ik wil jullie graag aankondigen, dames en heren. Voor de ene kerkje, Gina Jolie! Voor de mensen die het leuk vinden, je kunt me volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, natuurlijk TikTok. En niet te vergeten mijn eigen YouTube kanaal. Daar kun je natuurlijk ook alle leuke filmpjes bekijken. Ook van vroeger en ook de liedjes van vroeger. Maar ook het laatste, het nieuwste, het leukste en het mooiste. Nou, je kunt gewoon abonneren op mijn YouTube kanaal. Kost je niets. Ik zou het leuk vinden. En ik kan alleen maar zeggen, een ongelooflijke leuke week voor iedereen. Geniet ervan. Ik hoop dat het weer wat beter wordt. Dat wordt het ook, heb ik gelezen. En dan wens ik iedereen een fijne week. Dikke kus, groetjes van Geer. Doei!